Jawel hoor. Wat Hallo. Is er dan aan? Ik ben Bas. Linda van de Kruis. Van L1, van de Limburgse L1. Omroep. Ja. En ik zag jou met de papieren voor de deur staan. Ja, klopt. En dan ben ik meteen nieuwsgierig. Uiteraard. Ik kom opnames doen voor het energielabel in opdracht van de woningcorporatie hier. Dus daarom ben ik hier een rondje aan het maken. En wat houdt dat dan precies in? Wat houdt dat in? In principe kijk ik dan bijvoorbeeld naar wat voor verwarmingsketel er in de woning zit. Of ze enkel glas of dubbel glas of nog beter glas hebben. Ik kijk naar isolatie. Bijvoorbeeld zit er isolatie in het dak, de vloer of de gevel. Ik kijk naar hebben ze een aanbouw, hebben ze zonwering. Dat telt allemaal mee voor het energielabel. Ja, of de energieindex zoals wij het noemen. Dat is iets complexer eigenlijk dan het energielabel. Dus ik probeer bij de mensen binnen te komen hier. Maar er zijn er heel veel niet thuis, merk. Oh, dat proberen wij ook vaak, door mensen binnen te komen. Ja, ik ook. Maar ja, veel mensen zijn werken nu, hè? Ja, absoluut. Ja, niet vreemd, toch? Ik ben zelf ook aan het werk, dus... Ja. Dus ja. Dat kruist elkaar wel eens in negatieve opzicht? Ja, negatief. Het is maar net wat je negatief noemt. Aan de ene kant is het ook goed dat de mensen aan het werk zijn. Maar ja, dan kom ik niet binnen. En ik moet hier in totaal 150 woningen van dit type, moet ik allemaal in van de woningcorporatie. Dus als er mensen niet thuis zijn, dan schiet het voor mij in ieder geval niet op. En wat wil de woningcorporatie dan met die gegevens die jij verzamelt? Nou, in principe volgens mij voor deze woningen zijn ze van plan om renovaties uit te gaan voeren. Ze willen de beglazing vervangen. En er zijn nog een aantal andere dingen die ze willen doen. Dus, want ja, hun woningbezit moet toch uiteindelijk toch naar een goed label komen. Dus ook vanuit de overheid wordt dat verplicht. Ja, wij helpen daaraan mee om inderdaad die opnames uit te voeren. Om ze ook advies te geven van, goh, wat kunnen jullie het beste doen. Dus vandaar. Aan de andere kant lijkt het met dit weer ook wel weer heel leuk werk. Ja, hoewel het vandaag erg warm wordt. Ik bedoel, ik heb deze jas, die moet ik eigenlijk aan. Maar ik denk, nee, doe ik vandaag niet met wat wordt het... Wat zoekt u? Nee, ik was even naar je pasje aan het kijken. Ik wil niet onbescheiden zijn, maar... De bedrijfsnaam staat hier. Oké. Okay. Kan ik gelijk een beetje reclame maken. Dit is jouw fulltime baan? Nou, parttime baan. Ik werk 32 uur in de week, ja. En wat doe je nog meer dan? Wat doe ik verder nog? Ja, gewoon zoals iedereen een beetje lekker tv kijken en fietsen en wandelen. Eten. Dat soort dingen. Dus, hoe word je dit? Heb je daar ook... Hoe word je dit? Nou, eigenlijk ben ik een beetje te hoog opgeleid voor dit werk. Ik kom van de TU in Eindhoven af. Maar voor dit werk specifiek moet je toch minimaal een 3-daagse cursus volgen. Voor EPAW-adviseur, zoals het heet. Energieprestatieadvies is waar de afkorting voor staat. En dan moet je een examen afleggen bij CITO. Heb ik ook gedaan. Heb ik helaas meer dan één keer gedaan. Maar goed, uiteindelijk als je het dan haalt, dan ga je de praktijk in. En hoe lang doe je dit nu al? Ik doe dit nu een half jaar. Maar ik heb collega's die doen dit al 8 jaar misschien zelfs. Dus, maar ik... TU, en heb je gedaan in Eindhoven? Met welke afstudeerrichting? Ik ben begonnen. Mijn bachelor was technische innovatiewetenschappen. En mijn master was Sustainable Energy Technology. Dus ik zit eigenlijk heel erg in de duurzame energie. En nu ben ik iets meer gemigreerd naar de bouw. Maar Linda, ja? Als je... Hallo. Oh, je ziet geen woont hoor. Ik woon hier, ja. Precies. Oh. Kan ik dadelijk heel misschien bij u naar binnen? Als ik uitleg wat ik bij u kom doen tenminste. Ja, ja, super. Dan bel ik zo meteen aan. Gij de verduurzame energie. En zoeën. En energiebewust. Dat ben ik al. Nee, ze is van de woningstichting. Ja, ik ben niet van de woningstichting, ik ben in ingehuurd. Opdracht van de woning. Oh, ik weet dat het gaat over de zonnepanelen. Ja, ik heb net een briefje volgens mij achtergelaten. Ja, ik heb dus eigenlijk heel weinig tijd, maar ik weet niet hoe lang dat het gaat duren. Kwartiertjes, meestal hoeveel werk ik nodig heb. Ja, ik moet om, dat laat dan ook weer weg. Oké, kan ik anders misschien heel snel tussendoor even mijn opnametje doen? Heel misschien? Ja, heel misschien. Heel misschien, oké, nou. Mag ik misschien bij mevrouw hier even mijn opnametje doen? Maar jullie willen natuurlijk uw interview. Nou, dat weet ik niet. Liefst wel. Geen motte honderd lood en wat moet je nog meer doen? Ja, dan kan ik naar school. Ik ben overblijfmoeder. Ah, oké. Dus je moet op de kindjes gaan passen die tussen de middag op school blijven? Ja. Ja, het is 11 uur, hè? Dus dan moet je om 12 uur... Om half twaalf kan ik hier weg. Om half twaalf? Oh. Ja. Hoeveel tijd hebben we nog?
Ja, maar ik denk dat dat verhaal niet voor ons... Hoe bedoelt u? Dat wij geen zonnepanelen willen. Oh nee, dit gaat niet per se over zonnepanelen. Dit is gewoon een algemene opname voor het energielabel. Dan kijk ik dus naar wat voor verwarmingsketel je heeft, de beglazing, enkel glas of dubbel glas, isolatie. Zijn jullie via de bouwvereniging? Ja, ja, okay. Wij zijn ingehuurd door de woningcorporatie. Okay, ja. Ja. Prima. Ja, okay. Dus ze kunt niks verkopen, ze kan alleen inventariseren. Nee, precies. Ja, daar is al een jolle hoop volk deze week hier geweest. Ja, klopt. Er komen hier ook mensen langs voor kozijnen en voor... Een kleine renovatie. Ja, dat... Kunststof, kozijnen, een dubbel glas. Oh, dit is nog allemaal hol. Verschrikkelijk. En moet je dat zelf verven of doe je het in principe de woede? Dat wordt normaal gedaan. Oh. Maak maar duidelijk. Okay. Nou, er zit echt wel toe aan een kleine renovatie. Ja? Daar hoor ik van meer bewoners, ja. Ja? Het houtwerk is zeer slecht. Boven is nog enkel glas. Ja, niet meer van deze tijd. Nee, dat is echt niet meer van deze tijd. Nee, en wie lang woont je hier al? Van 89. En hoe goeiendag zeg. Ja. Dat is bijna 30 jaar. Ja. Maar nog wel nog volle tevredenheid. Ja, zeker. Afgezien van het houtwerk en het enkel glaas. Het is een heel fijn huis, de buurt is fijn. We hebben een hele fijne tuin. Dus een schoon serre aangezet. Je ziet ook echt van Nieuwiert? Nee, meer van Wiert. Oh. Mijn mens was van Nieuwiert. Oké. Okay. Ja. Waars? Ja, Ospel, Nieuwiert. Oké. Okay. Ja. Schoonvader heb je ook al een keer gefilmd. Ja, waar dan? In de Peel. Jes Jager. Toch niet een man die tussen de kerstbuim stond te schoefelen, of wel? Dat is toch weer familie van. Oh, dat is toch weer familie van. Ja. Oh, ja, dat is weer familie van ook schoenpap. En ook schoenpap hebben we toen gefilmd toen ze bij de maïsplak stonden, volgens mij toch, of niet? Ja, dat ging over de wilde zwijn. Ja, yep. De jagers. Yep. En met hoeveel woed je heen? Nog met drie. Met drie. De mensen en één dochter. Oké. En de hond. Ja, en het hondje. Ja. Dat is trouwens een rustig hondje. Huur ze hem niet? Nee. Is ze al op leeftijd? Ook. Oh. 8 jaar. Oké. Okay. Maar dat is geen druktemaker. Dat is geen druktemaker. Ja, misschien als ik zoet wil, maar... Oh, dat weet ik. Ja? Heb je het wel gegeten? Vroeg ik altijd, hè? Nee, maar het is slecht. Oh. En een hond is slecht eet? Ja. Wie kent dat? Ja, weet ik is ze niet helemaal lekker? Nee, ja, nooit zo goed gegeten. Aan de andere kant is dat ook wel weer... hè? Dit is natuurlijk een nadeel. Voor hetzelfde geld eten de germ. Ja, nee, dat is niet zo. Ja. Maar eigenlijk zou je Linda dus met open arm moeten ontvangen. Want ja, Linda is dus degene die gaat precies controleren wat er eigenlijk allemaal beter zou je kennen. Ja, nee. Ja. En daar geven wij ook advies over, uiteindelijk. Dus. Ja. Dus ik hoop heel erg dat ik toch nog even een kwartiertje bij jou naar binnen mag. Kijk, hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Het werk? Ja. Ja, maar je kent de kindjes toch niet lotte wachten? Nee, maar huishoudelijke taak. Ik ben zo klaar. Een kwartiertje heb je nodig. Ja. Zou dan uiteindelijk misschien ook als het huis energievriendelijker is, ja. Zou dan ook de huurprijs voor mevrouw wat omlaag kunnen? Dat zou hartstikke mooi zijn, maar helaas zien we vaak het tegenovergestelde. Oh. Of dat die gelijk blijft. Er komen meerdere projecten voor die inderdaad verschillende financiële oplossingen bieden. Maar je ziet toch wel vaak dat woningcorporaties het via de huurprijs wel terug proberen te verdienen. Want ja, ze hebben ook een dikke investering gemaakt. Dus dat hangt er heel erg van het project af. Maar Linda, nu is energie is booming, hè? Ook energiebewust en energiebesparen en zo. En dan heb jij hebt een afgeronde opleiding aan de TU in Eindhoven. Heb ik, ja. En dan zeg je net zelf, ik ben eigenlijk overqualified voor dit werk. Officieel wel. Maar hoe kan het dan zijn dat je dat een jonge, net afgestudeerde meid als jij, met de juiste papieren, niet aan de bak komt? Oh nou, ik kom wel aan de bak, maar ik heb er zelf voor gekozen om bij dit bedrijf te werken. Want waar ik uiteindelijk naartoe wil, is dat ik van inspecteur, wat ik nu dus ben, dat ik naar projectadviseur ga. Dat zijn allemaal routes binnen ons bedrijf. En daar kun je dan ook weer binnen verschillende dingen specialiseren. Okay. Daar wil ik naartoe. Het
ik vind het wel een heel mooi idee dat ik dan als projectadviseur eigenlijk woningcorporaties zou kunnen helpen bij het verduurzamen van hun woningbezit. Want er zijn nogal wat woningcorporaties en er zijn nogal wat huurwoningen. Dus dan kun je toch op best wel grote schaal actief zijn in de verduurzaming van het land. Dus jij weet eigenlijk heel goed wat je wil. Eigenlijk wel. Ja. En jij bent iemand van een lange termijn visie? Ja. Ja. Dus jij hebt ook geduld? Nog wel, ja. Maar niet te lang duren natuurlijk. Maar, woon je zelf een beetje energiebewust? Ik ben mijn best aan het doen, want ons huis komt uit 1965. Ja. Dus er kan nog wel het een en het ander aan verbeterd worden. Maar we hebben in ieder geval de dakisolatie al liggen, die gaat er tegenaan. Dus dat is stap 1. En de zonnepanelen. We hebben nu sinds 2 weken zonnepanelen. Dus we zijn bezig. En wie is kan we? Altijd meer, wie ja, is we? Ik en mijn man. Jij mijn en man je... en ik, moet ik zeggen. Ja, je ma- en waar woon je dan zelf? Woon je in Limburg? Ik woon in Wijchen. Bij vlak Nijmegen? Bij Nijmegen, ja. Ik ben een heel eind hier naartoe komen rijden. Maar ja. Elektrisch rijden? Helaas. Ik heb een Hyundai i10, die staat daar ergens. Maar het is wel een zuinig auto. Het is een zuinig autootje? Ja, ja. Zeker. Oké, okay. Maar ga jij op termijn, als misschien het salaris ook wat beter wordt, ga je dan elektrisch rijden of zo? Lijkt me wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Hmm. Een vriendin van mij heeft er al een. Och, dus, kijk, daar is hij toch. Als je het niet erg vindt, ga ik even mijn werk nee, doen. Nee, Linda, doe vooral je werk. Ik geef je nog een hand. Heel veel succes. Dank je wel, hè. Nou, hebben we ook even kennis gemaakt met een hond? Ja. Begin mijn rondje even op zolder, daar hangt de ketel. Dat is prima, ja. Ga je gaan. Ja, volgens mij kent ze die wel vertrouwen. Ja, ik heb ze allemaal goed. Ja. Ja. Oh, dus dan ziet je de volgende in de familie die we hebben vastgelakt voor onderweg. Mogen we dan ook nog even op de foto? Ja, dat mogen we ook nog.